Gisteravond heeft u in dit programma kunnen zien hoe Nederlands grootste bokstalent Orhan Oesturk Nederlands kampioen werd in zijn klasse licht weltergewicht. De strijd om het weltergewicht ging tussen El Farouni en Van Amine. Haar goede raad is bestemd voor Noah Amin, de bokser in het groen. Maar die raad wordt niet opgevolgd, want de dekking van Amin is niet bestand tegen het geweld van Mohamed El Farouni. Die door de scheidsrechter tot bedaren moet worden gebracht, want hij geeft 8 tellen aan Noah Amin. In de finale van het Nederlands kampioenschap in de gewichtsklasse van het weltergewicht tot 67 kilo. Is dit de volle laag die Amin krijgt van El Farouni. Amin, nog Nederlands kampioen 2 jaar terug en vorig jaar verliezend finalist, ziet zijn kansen weer stijgen als El Farouni in de derde ronde een openbare waarschuwing krijgt omdat hij te laag inkwam met zijn hoofd. Nederlands kampioen werd Amin 2 jaar terug overigens in een andere gewichtsklasse, die van het licht weltergewicht. Maar sinds die wordt beheerst door Orhan Oesturk heeft Amin zijn toevlucht gezocht tot het weltergewicht. Die openbare waarschuwing van El Farouni, zijn tegenstander, levert Amin 3 punten op. En dat komt Amin goed van pas. En nog beter gaat het eruit zien voor Amin als El Farouni in dezelfde fout vervalt en weer een openbare waarschuwing krijgt. En zo leveren die 2 openbare waarschuwingen van El Farouni Amin dus 6 punten op en moet El Farouni, Mohamed geheten, en dat is een naam die past bij een bokser, vol gas geven in de 4e en 5e ronde. En El Farouni doet dat. En dat is een geweldige rechtse directe die Noah Amin vol op het hoofd treft. En weer krijgt Amin 8 tellen. En hiermee zal later blijken, is hij uitgeteld. En is de Nederlandse kampioensgordel voor Mohamed El Farouni. Vooral door deze geweldige rechtse directe in de 4e ronde.